Malheureusement, pas de miracle. On est déçus de ce résultat, mais voilà, on doit passer à autre chose maintenant. Wat ik hoop om zo lang mogelijk mee te doen en dan denk dat we het eerste half uur nog wel degelijk starten, waar we min of meer de evenknie houden van PSG. Maar dan dat doelpunt, juist voor de rust, denk dat dat ons een beetje genekt heeft. Et voilà, ensuite la deuxième mi-temps, on essaye de revenir dans le match, mais sans trop y parvenir. Paris a su développer leur jeu et tuer le match. En dan zie je ook dat zij gewoon individuele kwaliteiten hebben wat wij niet kunnen evenaren. En dan wordt het heel moeilijk. La campagne, elle est pas terminée, mais c'est sûr que le bilan aujourd'hui, il est mauvais. On a pris trop de buts et on n'en a pas mis du tout. Donc, pour le moment, c'est une mauvaise campagne de Champions League. Après, c'est vrai qu'on est tombé contre des équipes qui ont un niveau supérieur au nôtre. Je pense dat we gewoon ja, un beetje te ver uit elkaar speelden. En dat zijn momenten in een wedstrijd die gebeuren nu eenmaal. En het vervolg denk ik dat we daar als ploeg iets sneller op moeten anticiperen en proberen iets sneller om te draaien. 5-0 zijn zware cijfers, maar jammer. En ik denk dat het nu belangrijk is voor ons om ons te concentreren op die match van zondag.